Suriname heeft een lange weg te gaan om een acceptabel niveau van milieubewustwording te bereiken. Met een nationale milieuwet en specifieke wetgeving zou deze bewustwording sneller bereikt kunnen worden. Onze nieuwsdienst sprak hierover met Dave van Aarde, directeur van Intelligent Garbage Disposal, IGD. Van Aarde is milieubewust en houdt zich niet alleen bezig met huis- en tuinvuil, maar ook met andere afvalsoorten. Zuivere water. Water dat is besmet, dat is niet besmet, is gecontamineerd. Ik ken veel Engelse woorden, dus dat moet je volgen, maar goed. Is gecontamineerd met chemicaliën en wij neutraliseren het. Hele tijd hebben we ook veel waste oil geëxporteerd naar het buitenland. Nu zijn we weer bezig om te kijken hoe we dat gaan oppikken, maar door de crash op de oliemarkt is het een beetje moeilijk geworden. We willen sowieso vuil ophalen, medisch afval. We waren ook verantwoordelijk voor alle beddengoed van de ziekenhuizen. En we accommoderen ook de haven van Suriname, dus alle schepen die binnenkomen. En eigenlijk hebben ze zoveel soorten afvalstroom. En de boorplatformen accommoderen ook. Ze hebben bijvoorbeeld drilling mud, oilrex. Ja, eigenlijk is het een hele lange lijst van spullen die we op een milieuvriendelijke manier verwerken. Deze afvalsoorten worden door heel weinig bedrijven in Suriname verwerkt. Afgewerkte smeerolie wordt door vele Surinamers gegooid in de natuur. Dit zorgt voor vervuiling van onze wateren, hetgeen de dood van onze vissen tot gevolg heeft. IGD exporteert de afgewerkte smeerolie. Op deze manier helpt IGD het milieu van Suriname ook schoonhouden. Het is heel simpel. Wij hebben de aarde nodig. De aarde heeft ons niet nodig. Ze was er voor ons, ze gaat er na ons zijn. De manier hoe wij met haar omgaan, zo gaat ze ons ook behandelen. Dus ik denk dat het tijd is dat we, ja, als je het nu nog niet weet, dat je goed moet omgaan met de natuur, dat weet ik het niet meer. Het is nog meer dan logisch dat we het moeten doen. Heel simpel, we gaan dood anders. Het is Suriname nog een van de weinige landen die nog puur is. En het is een kwestie van tijd dat het overal in de wereld fout zal gaan en dan gaat men echt zoeken naar drinkwater en gezonde plekken om te leven. Dat hebben wij hier op dit moment. Laten we houden wat we al hebben en niet gaan vechten daarna om het weer terug te krijgen. Aldus Dave van Aarde, directeur van Intelligent Garbage Disposal, IGD. We spraken hem in het kader van de noodzaak tot milieuwetgeving in ons land.